niks op te zeggen. Dit is gewoon verslagen worden zoals dat is in judo. De Cubaanse was niet echt beter, maar het was gewoon een nippon. Maar Werbroek was ook niet beter. Ze biedt de eerlijkheid ons te zeggen. Nee, ze was niet echt beter. Ze domineerde niet zoals ze bijvoorbeeld Skapin domineerde. Want uiteindelijk vind ik zelf dat Oela meer in gevaar geweest is dan de Cubaanse. De eerste twee minuten, maar daarna werd de Cubaanse bang. Ze werd passief. Dus ze zei, ze deden eigenlijk niks meer zo. Terwijl we kijken naar de finale in de categorie tot 90 kilogram, waar wat aan de hand is met de Japanner Yoshida. De man die 7 jaar na zijn Olympische titel wereldkampioen kan worden. Florescu, de Moldaviër. Die in de halve finale prachtig scoorde natuurlijk. Ja, die Moldaviër die weer dat beentje opzoekt, weer probeert te tillen. En die Japanner die eventjes in gevaar was. Yoshida. Twee verschillende stijlen ook. De Japanner die technisch waarschijnlijk heel goed gaat zijn. En de Moldaviër die op kracht gaat werken. De Japanner zoekt een antwoord op die kracht. Hij probeert hem dus te blokkeren. En de Moldaviër zal een antwoord moeten zoeken op de techniek van de Japanner. De kamp hierna is de finale in de kwaltjurie. Tot 63 kilogram met Gelle van de Kaveijen. Gesloten kamp. Gesloten kamp, dat heeft te maken met die twee verschillende stijlen, denk ik. Want dit is wel een ippon. Nee, toch niet? De Moldaviër gaat naar het been. Hij wil het pakken, maar hij offert zichzelf op om te gaan liggen. Maar de Japanner heeft dus niets gedaan. Ik dacht aan de reactie ook van de Japanner te zien dat hij toch wel hoopte op een ippon. Je hoopt altijd als iemand op zijn rug gaat liggen, je hoopt altijd op een ippon, maar het is een terechte beslissing. Heel even de indruk, maar dan heb ik mij vergist, dat de Japanner heel even overnam. Ik denk dat de Moldaviër een bestraffing gaat krijgen. Ja. Een valse aanval. Dus de Japanner op voorsprong. Hidehiko Yoshida. Het is zeker een bekende naam in het judo milieu. 30 is intussen. Maar wie gaat nu? Is het zo'n twijfelgeval? Er gaat niemand. De Moldaviër beweegt ook bijna niet, dus het is zeer moeilijk om hem in evenwicht te brengen. Bestraffing opnieuw voor de Moldaviër. De Japanner heeft dus een Yuko, de op één na laagste score. Op één na laagste score. En nu gaat de Japanner voor een ippon. Je zag hem aankomen. Ik twijfelde heel even, omdat van hieruit ik de indruk had dat Moldaviër een beetje op zijn zij viel. Hij viel op zijn zij, maar hij was volledig van de grond met zijn beide benen. En dit is de Japanse coach. Ja. En dit is de winnaar tot tranen toe bewogen. 7 jaar. Hidehiko Yoshida, 7 jaar na zijn Olympische titel, is hij wereldkampioen. Hij kan het niet geloven. Echte mannen huilen niet, beweert men wel eens, maar echte mannen huilen wel. Zeker als ze heel erg ontroerd zijn. En dat is Yoshida. En hij heeft ook een prachtige manier ook gewonnen. Zeker als je met die punt kunt winnen, geeft altijd een beter gevoel dan op beslissing. Hoewel winnen is winnen, maar we krijgen het nog eens te zien. Dus het is die Ushimata is op een bepaald moment volledig met zijn benen van de grond. En de snelheid is er. Wat Oela Werbroek niet lukte, lukt Yoshida wel. Oela Werbroek had daarnet, draaide daarnet ook in. Voor die Ushimata zonder succes. Maar deze van Yoshida was wel met succes. Dus de vierde titel voor Japan al. En nu staat er alweer een Japanse in de finale. Maeda tegen Gella van de Kaveijen gaan we zo dadelijk te zien krijgen. Het is nu ook voor Jean-Marie de Dekker heel moeilijk om zich opnieuw op te laden. Ula heeft juist verloren en
vijf of à tien minuten later moet hij zich weer opladen voor een nieuwe finale met een andere atleet. Het is heel moeilijk en ik denk dat dat ook wel respect verdient. Gillen van de Kaveijen, 26 jaar,